Voor 31 december 2024 zullen alle achterstanden voor wat betreft de uitgifte van grondbeschikkingen worden ingelopen. Dat is de opdracht van de president Chandrika Prasad Santokhi aan het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB. Dit zei de nieuwe algemene directeur beheer van het departement, Siouram Sukul, afgelopen zaterdag in Ikeri, waar 130 mensen hun grondpapieren hebben ontvangen. Hij meent dat na Wanica Ikeri met de meeste grondproblemen kampt. We gaan in dit jaar zeker nog 2 tot 3 keren komen om al die achterstanden in te halen. Het is opdracht van de president dat we voor 31 december alle achterstanden moeten inhanden, anders is dat een probleem. En ik voer de opdracht van de president uit. Uit Ikeri, want de morop belangrijk district Kusranang. Ikeri is zorgen wat grond maf, Ikeri is zorgen dat alle die hoe je jang taputafra. En hier moeten we extra aandacht geven. Ja, er zijn zoveel problemen. Ook grondroof is ook een van de grootste problemen. Wanica na Wanica Ikeri. En alles gaan we oplossen. Vandaag gaat de president ook. We zijn al begonnen, er waren een paar problemen, een paar onduidelijkheden met bepaalde instituten als GLIS en zo. We hebben gesprekken gevoerd en nu hebben we akkoord bereikt dat ze wel die stukken zullen accepteren. En vandaag gaat de president straks een van die eerste gevallen van Ikeri, dat we ingetrokken hebben, uitreiken aan de persoon. Alles, het gaat een beetje traag, maar we zijn bezig. President Santokhi zegt dat elke Surinamer recht heeft op een stukje grond. Echter is dit recht in de afgelopen jaren afgezwakt, omdat gebleken is dat zaken pas geregeld worden voor mensen als ze iemand bij het ministerie kennen of als ze bereid zijn een tjoekoe te betalen. Hij benadrukt dat deze regering de misstanden die plaatsvinden bij grondbeleid aanpakt. En natuurlijk, als president kijk je ook naar de structuur binnen de regering. En daar heb ik ook een minister die verantwoordelijk is voor grondbeleid. Primair, niet de president. De minister is verantwoordelijk. Maar natuurlijk is hij niet wakker. Dat is wat hij mij loopt. De president mij loopt. Toch? Dat kan. Dus ik zeg, als de president daarvoor ter verantwoording geroepen wordt, dan gaat de president ingrijpen. En dat hebben we gedaan. President Santokhi benadrukt dat de minister van GBB de opdracht heeft gehad om alle achterstanden weg te werken. De nieuwe algemene directeur Ram Sukul, die adviseur was op het kabinet van de president, zal met een eigen team dit doel helpen realiseren.